Shalom anachem, welkom bij een nieuwe les van Winegreen. We gaan kijken naar oefening 26. Dat veronderstelt de grammatica van paragraaf 67. Dat gaat over de P. noon werkwoorden Waarin behandelt ze allemaal: de kal, de nifal, de hifiel en de hofval van het P. noon werkwoord En we zullen aan de voorbeelden in deze oefening wel zien wat daar dan verder van, eh, belang is. Dus, oefening 26, kijk even naar de woordenschat, geref magefa, zwaard, magefa plaga don heer Gibor, held, ...Jigof... het imperfectum van plagen, ...Higit... de hifiel, declaratieve vorm van Nagad, het ziel van dat zal redden, gered worden, niet zal, in nifal, raf. En Rabim, velen, respectievelijk groot en velen. 1. Lakach, Shaul, et garbo, wa aleha, wa Yomer el el-na-aro, al-epla, viat Oyfai Lakach, hij nam namelijk Shaul, Shaul, Sal. Sal nam het garbo, zijn geref, zijn zwaard. Sal nam zijn zwaard. Wajipol en hij viel Aleha daarop. Wajomer en hij zei El Naaro tot zijn naars, zijn jongeling, zijn knecht. Al eplo, laat mij niet vallen. Al epla, niet eplo, al epla. Vyatoivai, laat mij niet vallen in handen van mijn vijanden het we je we al er plave 2. Hipiel adushem al Jos veha ir, afne eisch mischamayim, maar jas met otam me alpenega adama. Hipiel, Hipil, hij deed het vallen, hij liet vallen, de Heere, de Heere liet vallen, hij viel van na al-Yoshvehair op de inwoners van de stad. Avneesh, dat is wat hij laat vallen. Dat zijn even, steen, avanim, stenen, avneesh, stenen van vuur. mishamaim uit de hemel. meet en hij verdelgde. Narratief van de Hifil vorm De narratief neemt, indien die bestaat... De verkorte vorm, jasmeed, is de hiviel, derde persoon, mannelijk, eh, futurum, jasmeed, en dan wordt het waaf met patach met de verdubbeling van de jod en de verkorte vorm. Dat eh, constitueert de narratief vorm. We dus in plaats van we yashmid En hij verdelgde hen, namelijk de joshvehaïr, hen otam me alpene adema, vanaf het oppervlak, van het oppervlak van de aarde. Ipila dushem al yoshveha ir avene eesmishamayim meet otam me alpene De Heere deed steden van vuur vallen op de inwoners van de stad vanuit de hemel en hij verdelgde hen van het oppervlak van de aarde. 3. Shalacha adushem magefa be Yisrael.

bij Israël in Israël, wat je gof. en het sloeg met een plaag, het plaagde Baam het volk onder het volk, kolayom ha'hu die hele dag, wat je ploegde hem, rabim, en van hen met hem vielen er, velen rabim, kilobat want zij hadden hun vertrouwen niet op hem gesteld, wat jom en zij hadden gezegd, tofha ya lanu b'misra'im, het was goed voor ons in Egypte, wata ta, en nu, nepol, vallen wij, nefal, onder het zwaard voor de ogen, voor het aangezicht van de koningen van Kanaan. Shalach adushema gefah Israel v'yi gof ba'am, kolayom ha'hu, v'yi plume hem rabim, kilo bat ויאמרו, טוב היה לנו במצרים, ועתה ניפול בחרב לפני מלכך לעם. פיר. לא הגידה המלכה כי עברייה היא, וכי יצא דבר המלך להשמיט אותה, ואת בית אביה, ואת עמה. לא הגידה, זה את נתפטלת. Elkaar, namelijk de koningin. De koningin had niet verteld. Ki dat zij een Hebraeër was. we En toen kwam. Het woord van de koning. Toen het woord van de koning kwam. Lahashmit Ota. Om haar. Et en haar familie. het ama. En haar volk. Uit te roeien lo higide hamaka ki ivriyahi, wichi yatsa de varamelech la hashmit ota, wet beta viha, et ama, vijf, en jomer hamelech el yitzchak, lo yedati mi het hadavar hara wata lo higadata wa lo shamati, en hij sprak, de koning sprak tot Isaac, Lojadati, ik weet niet. wie deze boze, deze kwadardige zaak gedaan heeft. En jij, wat daar lohi en jij hebt het mij niet verteld. Lohi galata li, je hebt het mij niet verteld. Watochi lo shamati en ik heb het niet gehoord. Wi yomer amelech Yishchak lo yadata miyasahta davara azze ara haze va ta lo higadata en je hebt het me niet en pardon va ta lo higadata li en je hebt het mij niet verteld wan o giloshamati en ik heb het niet gehoord Zes, kara farol e Yosef va yomer elaaf hoe gaat hoe gaat li ki ishachamata yodea chalomot wat hagetli getli het ha galom als galamti. galamti. Karafaroo farao, riep uit tot Jozef en zei tegen hem: hoe gaat hoe gaat hoe gaat infinitief absoluut is hier dus bijwoordelijk gebruikt. Er is mij zeker verteld hoe gaat eh, dus de passieve vorm. Er is mij zeker verteld dat dat jij een wijs man bent, jodea galamot, die dromen kent. En nu, vertel mij dan, <coughs> vertel mij dan, et de droom, asher galamti, die ik gedroomd heb. Dus het bijzondere hier, dat hoe geht, hoe gaat, nou, als het twee keer achter elkaar voorkomt, dan is ongeveer wel duidelijk waarom het gaat, maar je ziet hier de kibbutz dus de oe dan weten we ook dat dit een passieve vorm moet zijn. Eigenlijk maakt het dan nog niet eens zoveel uit of dat nifal is of hofal is. Maar in dit geval is het nifal. Karafarol, Josefa, Jomang en Laaf. Zeker. Want infinitief is voor het verbogen werkwoord. Drukt zeker, zekerheid uit. Als het er naast staat, drukt het frequentie uit. Of het herhaalt karakter ervan uit. Steeds weer opnieuw zou je dan moeten vertalen. Dus je moet wel het verschil kunnen zien tussen de infinitiefvorm en de verbogen werkwoordvorm. Hier is dus, de infinitief is absoluut, dus voor het verbogen werkwoord geplaatst. En dan drukt het dus zekerheid uit. De faro riep tot Jozef en zei tegen hem: Met zekerheid is mij verteld dat jij een wijs man bent die dromen kent. Nu vertel mij dan, dat is de imperatief, vertel mij dan de droom die ik gedroomd heb. Zeven. Wat tig badena, ene Yitzchak, wa jomer el Jakob, hao metle vanaaf, ksha, gesha, elai, biadati, haata, veni, im imlo. We tig badena, dat slaat op die ogen, vrouwelijk meervoud. En de ogen van Yitzchak waren zwaar geworden. En hij zei tot Jacob, die bij hem stond, die voor hem stond. Gesha elai, nader mij. Van Nigash, gesha. Naderen met die emphatische he. Vandaar de voetnoot bij Weingreen, emphatische imperatief. Komt er een he achter. Um, nader toch tot mij. En dan zou je hier dus echt die consecutieve betekenis moeten lezen. Zodat ik erachter kom. Zodat ik kom te weten. Haata, of, vraagpartikel: Of jij, vennie Esau, mijn zoon Esau bent, of niet? De ogen van Jacob waren zwaar geworden en ik sprak tot Jacob, die bij hem stond. nader toch tot mij, zodat ik kom te weten of jij, mijn zoon Esau, bent, of niet? Wat ik bad, het Yitzchak, wie jomer el Jacob, hou middelen van naaf, kshailai, wie jadati haata, Weni. ESAF IMLO 8 Wajigash JEHUDA EL YOSEF VAYOMER EL LAV Berna NA DAVAR boozne ADONI Wajigash JEHUDA Jehuda naderde El Yosef tot Yosef en hij zei El tot hem YEDABER NA laat uw knecht toch vertellen of spreken Um, laat uw knecht toch spreken. davar, een woord, Boaz Neadoni. Dus laat uw knecht toch een woord spreken in uw oren, in de oren van mijn Heer. Wa je gaschoudt, Jossef, Jomerelev, de Berna van de Gade, waar Boaz Neadoni, Boaz gesloten lettergreep zonder nadruk. En dan wordt de kamats een O. Hinee Avinu zaken meod. Wehaya, imloji je hanar itanu, wamet. Hine zie, onze vader is heel oud, zaken meod. vehaya en het zal geschieden imloji je hanar itanu als de jongen niet met ons mee ja hier zou ik dan moeten zeggen gaat je je niet bij ons zal zijn waarmee dat hij sterven zal ook weer die consecutieve betekenis van de waaf we im imtof benega anochi er je evet la adoni chi we halach hu habaita el aviv we ata er nu imtof benega als het goed is in uw ogen Adonji evet, zal ik een knecht zijn, la Adonij voor mijn heer, Tagatagi in plaats van mijn broer, wahalach, hoe, en zodat hij zal gaan, kan gaan, zodat hij gaan zal, habaita, naar huis, el afiv, naar zijn vader. דס, ועתה טוב בעיניך אנוכי אהיה עבד לאדוני תחת אחי, והלך הוא הביתה אל אביו. ויהי כי שמוע יוסף את דבריו, ויאמר עליהם, גשו נא אלי, ויקשו אליו. ויהי ענת חברדה כי שמוע תון תהורן, דס תון יוסף הורדה, Dat is dus die construct, uh, constructie van een infinitivus absolutus met ke. Toen hij zijn woorden hoorde, sprak hij tot hen: Geshuna, kom toch naderbij. Nader toch tot mij, Elai. Wat laf, En zij naderde tot hem wij hikish moi Joseph de devarav wij omra Alehem, geschou naar wij geschou elav wij daber lemor ani Joseph asher mechartem oti mitraima en hij sprak tot hen zeggende: ik ben Joseph die jullie verkocht hebben mechartem die waarvoor geld dat jullie mij verkocht hebben naar Egypte, Mithraima. <kijf> dus hij sprak tot hen en zei: Ik ben Jozef, eh, die jullie verkocht hebben naar Egypte. Wij kunnen dat niet alle twee vertalen. Die jullie verkocht hebben naar Egypte. En waarvoor geld is een hulpconstructie, dat is natuurlijk geen onderdeel van een vertaling. Gaan we naar negen. Tsaak Moshe el-adushem lemor, lama shalachtani el-paro, ki higbid alehem et ha-avoda, wa lo hitsalta et amega. Dus Mozes riep het uit, meestal in de vorm van een gebed, riep het uit tot de heren en zei, waarom shalachtani? Shalachta plus suffix eerste persoon. Enkel fout, object. Shalachtaan heb je mij gestuurd. Tot farao. Want hij heeft verzwaard. Alleen hem voor hen. Et ha De slavenlast. Eh, het, de, de sla, het slavenwerk. We hadden zelo En. Zeker heb jij hen niet gered. Als het verbogen werkwoord in de negatieve vorm staat, dus als er een negatie aan toegevoegd is, dan staat hij tussen de infinitives en het verbogen werkwoord in. Dus hitzalta betekent zeker zul je. Zeker heb je hen niet verlost. Namelijk etamega, zeker heb jij je volk niet verlost dus mozes riep uit tot de heren en zei waarom heb je mij gestuurd naar de farao want hij heeft voor hen het slavenwerk verzwaard en jij hebt hen zeker jij hebt je volk zeker niet gered 10 koamaradushem te fakesh et yeshuat mitraim ki nafoltipol mitraim wegaref dat is pauza normaal wegaref of Wacharev. Ja, wegharef, Wegarev. Tien. Zo spreekt de Heer. Al te Vraag niet om een verlossing uit Egypte. Want jullie, jij, jij zult zeker vallen. Uh, jij, Egypte, zult zeker vallen onder het zwaard. Is dat correct? Ehm. Uh, ja, vraag niet om de redding van Egypte, want zeker zal Egypte vallen onder het zwaard. Koom maar adusheem al te verkijzen, Yeshuat mitzrayim, ki nafotipol mitzrayim wecharef. Elf. Wa yugat le davit lemor, hine gibore shaul baim le horgecha, le horgecha. Wa je leidt David bij lailahahu wa je natseel wa jugat, en het werd verteld aan David, zeggende: Zie, de sterke helden van Saul komen eraan om jou te vermoorden. Le Horgega, le Harek, le Harek, etc. Le Horgega met hier de pauza vormt want daar ad nacht staat er, die grote komma, die een vers in tweeën deelt. Wa jimalet David en David ontvluchten in die nacht, wa jina miyadam, en hij ontsnapte aan hun handen. Aan hun hand, ontsnapte aan hun hand, dus jimalet is vluchten en Jinat is hij ontsnapte u god de Davidlemor hij nege boereshal banim laargecha van jimalet David balailahahu van jinatzel minjadam wij je hanleil etshem adushem wijomer elecha adushem hit palalti om je kolt zerotai hit salani hit satani pardon hit en hij prees de naam van de Heere en zei tot u, Here, heb ik gebeden en uit al mijn benauwenissen hebt u mij gered. Hit Saltani. Ook weer dat suffix eerste persoon als object. Vayimoh helotsamadshem yomer alekha Palati, itpalarti umikol hit Saltani. 12. Jarouvene Israel mi geshet el hagibor ויהי הדבר רע מאוד בעיני דוד, ויאמר בליבו, איך רטע את ראשו מעליו, וידעו אויבינו, כי יש אלוקים בישראל, ואנחנו ווטחים בו. יראו סבר בפריסט, דקינדר איסרס ובר בפריסט, מיגשת ביה את נאדר ופור, סבר בפריסט פוריץ, Voor het naderen, Geshet. Eh, tot de grote held. Dat naderen tot de held. En dat zou wel eens de held eh, Goliath kunnen zijn. Waar je hier hadden, waar Rameon. had. En het was. Deze, deze zaak, dit feit. Was boos. Was kwaad in de ogen. Was zeer kwaad in de ogen van David. En hij sprak in zijn hart. Egerta uit Rosjo, laat mij zijn hoofd, meallah van hem, afsnijden, afklieven. We jaddu, oyvenu, zodat, waaf consecutivum, zodat onze vijanden zullen weten, Kieserokim, dat er een God is in Israël, Kieserokim in Israël, waarachter wordt gimbo, en dat wij op hem vertrouwen. Dus. Kinderen Israëls waren bevreesd voor het naderen tot de uh, uh, sterke held. En deze zaak was kwaad in de ogen van David. En hij zei in zijn hart, laat mij zijn hoofd afhakken van hem afhakken, zodat onze vijanden zullen weten dat er een God is in Israël en dat wij op hem vertrouwen. 13. Hatsileniadushem, ki hamayim ad hanafesh, red mij, o heren, want de wateren zijn gekomen tot aan de ziel, ja, tot aan mijn keel. Dan letterlijk, hè, want nefesh kan dus ook keel betekenen. Hoewel ik dacht dat een ander woord voor keel ook bestond, namelijk garon. Maar hier de wateren zijn tot aan, ja, tot, tot aan de hals gekomen, tot aan het hoofd gekomen tot aan mijn leven gekomen is... dan de dubbele laag daarin. Het Selenia Dushenki... wou aan 14. Atahu adon haolam... hamatzil et hadzadik... bekor o elega. Jij bent... de heer van de wereld. Hij namelijk... jij bent hij die... de rechtvaardige redt... wanneer hij... Wanneer, wanneer Hij tot u roept. 15. Hineni sholea galecha et goyeha arets, ga, we vnavlu chol giborecha, mageref bejom milchama, Zie, sholea galecha, ik zend tot u et goyeha arets, de volkeren van de aarde, venil ga, die zullen krijg met u voeren, maar Navlughol en al uw helden zullen vallen. Bageref onder het zwaard, bijom Milchama op de dag van de strijd, of de dag van de oorlog. In een isolege legat ares van ulgemove gaan we naar Vlughol Giboreja, Bageref, bijom Milchama. 16. Lama Nik Haltem Alay bene Israel. Hallo Amarti Alechem, Lo. Ti Lachamubemaal Geek Naam, well tien gefoel lief Nehem. i een bagem adushem. Waarom verzamelen jullie je, waarom verzamelen jullie je tegen mij? Niffal van Kahal. Kinderen Israëls, is het niet zo dat ik gezegd heb tegen u: Hallo, Martje. Lo Tilchamu bemal, geegnaan. Jullie zullen niet strijden met de koningen van Canaan. Welo Tinakfu, liefde hem. Dan zullen jullie ook niet geplaagd worden voor hun aangezicht. Dus ze hebben de plaag gekregen omdat ze strijd voeren zonder het uitdrukkelijk bevel van de Heere. Kieem want de Heere is niet met jullie. Dat is Oefening 26. Dank voor het kijken. Succes met de studie. Wellicht